Dag allemaal, ik ben de liedjestovenaar en ik wil de hele wereld betoveren met de magie van muziek. Nou was het een ideetje van mijn magische muzikant-componist Rick Piepers dat ik de lieve kinderen thuis af en toe ook even laat kijken naar een videootje van mij. Dus dan ga ik iets leuks vertellen over wat ik aan het doen ben, of ik nodig een kindje uit om ook eens een liedje te komen zingen, of ik ga de magische instrumentjes een beetje onderzoeken. Dus de volgende keer neem ik misschien gewoon mijn gitaartje of mijn ukulele mee, of mijn melodica, of de magische muziekdoos, de cajon. Maar... En over de muis. En over de muis. Ja, het muisje wat een poepje heeft gedaan en zo trots is op haar kleine poepje. En ook de sprinkhaan, de mier en de duizendpoot vinden het ook een gigagroot poepje. Want dat zijn allemaal hele kleine diertjes. Maar de olifant daarentegen, met zijn lange slurf, die is helemaal niet onder de indruk van zo'n kleine muizenkeutel. Maar Rick... Ik wil even niet over het poepje hebben van de muizenkeutel. Gaan we even naar de liedjes van de liedjestovenaar. Dit is mijn allereerste cd. Die had ik in 2014. Hou maar iets dichterbij. Iets dichterbij, zo? Naar de lens toe. Naar de lens? Kijk, ja. Dit is de cd Welkom Allemaal. Met mooie liedjes, muzikale ontdekkingsreis, samba, jazz, bolero. Alles hoor je erop. En die heb ik in 2014 had ik die uitgebracht. Samen met Rick en andere muzikanten die eraan hebben bijgedragen. En nu ben ik weer op reis geweest met mijn reiskoffertje. Ik heb de afgelopen jaar en maanden heb ik in West-Afrika even gezeten. In Burkina Faso en in Marokko en in Brazilië. En kinderen, ik heb ontdekt dat ze daar ook heel veel mooie magische instrumenten hebben. Zoals de balafon of de doendoen in West-Afrika. En in Marokko spelen ze bandier. En in Brazilië weten ze alles van samba en bossa nova. Nou, tijdens deze reizen heb ik ook weer mooie liedjes gemaakt. Samen met gastmuzikanten uit de landen zelf. En deze liedjes, lieve kinderen, die wil ik op mijn tweede cd gaan zetten. Dus na Welkom Allemaal, cd nummer 2. In januari 2017 wil ik hem uitbrengen. Met alle liedjes van de Liedjestovenaar Gaat op Reis serie. Maar ook liedjes die we samen nog hebben gemaakt. Dansje met mama, rock en roll over mijn mama. Mijn mama was vroeger balletdanseres. Zij ging altijd koken en dan stond ze achter het fornuis, stond ze op haar tenen in de pannen te roeren. Ja, je gelooft het niet, maar daar heb ik een heel leuk liedje over geschreven. En andere liedjes. Maar, lieve kinderen, ik heb jullie hulp nodig. Ik heb een beetje geld nodig. Geld om deze liedjes op te kunnen nemen, mijn muzikanten ook te kunnen betalen. En ook om de cd, dat is dit dingetje. Kijk, ik zal hem even laten zien. Die moet gebrand worden of geperst, noemen ze dat dan. Dat gaat echt bij een perser. Heel mooi, met muzieknootjes. Nou, dat kost een beetje geld. Maar ik dacht, want er zijn al zoveel kindjes die deze liedjes al heel leuk vinden. En als jullie ook uitkijken naar de volgende cd, kunnen jullie hem gewoon nu alvast bestellen. Ja, en dan zorg ik dat die eind januari, in februari, bij jullie in de brievenbus valt. Wat je dan even moet doen, is een mailtje sturen naar info@deliedjestovenaar.nl met je adresgegevens, hoeveel exemplaren je wil ontvangen. En dan ga ik zorgen dat het naar je wordt toegestuurd. Maar als jij dan alvast dat geld kan overmaken, ik stuur je dan de bankrekening toe en dan heeft de liedjestovenaar alvast een beetje poen en dan kan ik die cd persen en jullie zijn dan ook verzekerd van een exemplaar eind januari. Kan je dat tegen papa en mama zeggen? En dan kan ik weer jullie betoveren met de magie van muziek. Ja, dit was mijn eerste video. Ik vond het best een beetje spannend. Vonden jullie hem leuk? Tot de volgende keer. Kusje op je wang. Mwah. Papa heeft op zijn klarinet.